is het s'avonds, zeppend in zijn stoel. Dan moet je hem niet storen, hij loopt de boel. Hij zept door alle zinders, van stel dat hij wat mist. Tromp is een soort van zeppende, bezinde pessimist. Zijn vrouwen die geeft zuchten, Tromp zet als een klein kind. Hij kiekt dan lief wat langer als het vrouwelijk schoolversteen. Hij zept van 1,50 en van 50 niet meer 1. In elke avond hoor je Tromps gemor. Er is niks voor. Als een film wordt verstoord door zo'n stom reclameblok, dan vliegt hij naar het huis zien, want zijn blaas zit op de nok. Dat komt de pas te bletten die hij dagelijks slikken moet, om overtollig vocht te lozen op advies van dokter Bloed. Zijn kleinzoon zin, hey baby, die tv is niks voor jou. De code van Netflix breng ik daarmee naar je toe. Het mooie film zonder een reclameblok. En Tromp toch bij zijn eigen. Oké, ik neem de hak. In het lotje, want Netflix is een pracht. Hier reclames op de buis, hij kijkt tot in de nacht. Maar ja, hij moet zo nodig, duur die plastablet. Dus zet hij nou een immer naar zijn stoel de zet. Dan treft zijn vrouwen elke ochtend door Tromps luie canapé. Een immer vol met pis, en die ligt ze in de play. Ze pikt het nou niet langer, dat Netflix wordt een rel. Maar Tromp legt nog te dromen van La Casa de Papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Belle ciao, belle ciao. La Casa de Papel. La Casa de Papel.